En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 25 juni. In de avond komen op sommige plaatsen perioden met lichte tot matige buien voor, die mogelijk gepaard gaan met onweer en windstoten. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. In de avond van 24 op 25 zal er in de districten Marowijne, Kommerwijne, Paramaribo, Wanica, Saramaka en Para weinig bewolking en ook droog zijn. In Koroni en Ikeri komen er af en toe lichte buien voor. Ook Brokkeponde en Sipaliwini zullen perioden met onweersbuien meemaken die mogelijk gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 25 juni voornamelijk in de middag op sommige plaatsen matige en mogelijk kortstondige zware onweersbuien voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.